Alsjeblieft, maak me blij! Loop naar je zussen toe! Ja! Mama, wat doe je? Ja! Even! Social media is belangrijker dan ooit. Onze BN'ers weten beter dan wie dan ook hoe ze likes en volgers moeten genereren. Maar hoe sterk is dat sociale netwerk eigenlijk waar ze zo hard aan bouwen? En hoe ver zijn hun volgers bereid te gaan? Dit allemaal gaan we op de proef stellen in Vriendendienst. Er staat de kandidaten 3 challenges te wachten. Wat zijn over mij? Wat zijn over mij? Ze starten eerst op de headquarters. Hier moeten zij zoveel mogelijk opdrachten vervullen. Ga je mij helpen? Binnen een taart halen. Daarna racen ze door naar de finale locatie. Let the games begin. Wow, tegen dit zippie! Wat zijn over mij? God voor de dom. Anwar Vines is mijn tegenstander. Dat is een piece of cake. Ik ga winnen! Geloof mij nou maar! Dat is net alsof je 3 lilliputters tegenover elkaar zet. 1, 2, 3. Ik ga sowieso winnen, Anwar. Nee, bro. En als jij van mij wint, ga ik je mijn naakjes killen op de dam. Ik weet dat zijn volgens allemaal kleine kinderen zijn. En mijne zijn wat ouder. Ze gaan voor mij wel door vuur in. Ik hoop niet dat we geen renopdracht hoeven te doen, want je weet, mijn been is gebroken. Moet je sprintje trekken. Dat komt goed, bro. Mijn volgers zijn prachtig. Ze zijn oeh. Ze zijn ah. Zijn volgers zijn lach. Bro, ik ga van jou winnen, man. Mijn volgers zijn fucking trouw. Bro, jouw volgers zijn alleen trouw aan Geert Wilders. Mijn volgers zijn trouw aan mij. We gaan niet veel praten, we gaan gewoon doen. Ik ga hem gewoon pakken. Pakken. Meffen. Ik ga niet veel praten, bro. Ja? Laten we goed, zien, bro. Laten we zien. Wat zijn voor mij, kill? Let's go. De eerste opdracht, bro. Jij hebt zin om te verliezen, bro. Anwar. Oké, gaan we even kijken of wat? Welkom, kandidaten. Vandaag gaan we testen hoe sterk jullie sociale netwerk eigenlijk is. Zoals jullie zien staan er 2 borden met enveloppen. Op ieder envelop staat het aantal punten dat je met die opdracht kunt verdienen. Hoe hoger het aantal punten, hoe moeilijker de opdracht. Je mag zelf bepalen met welke opdracht je begint. Vergeet niet, degene met de meeste punten, die krijgt een voorsprong bij de tweede opdracht. De klok telt af. Succes. Het is simpel, man, bro. Let's go. Laten we gewoon beginnen. 3, 2, 1, let's go. Ja? Oleg, niet naar mij kijken, broer. Oké, ik moet een volger vinden die via mijn live verbinding een pak yoghurt en leegschut over zijn broer of zus. Is dit niet 100 toevallig? Vind een volger die via live verbinding in snackbar 3 frikandellen achter elkaar opeet. Auw. Pak een pak yoghurt en ontbijtgranen. Gooi dat alsjeblieft over je zusje heen. Oké, stelletje supersterren. Ik parkeer deze opdrachten even en ik ga even een nieuwe pakken, want ik moet winnen van hem, man, bro. Snackbar zijn allemaal dicht, man. Ik ga een andere opdracht pakken. Ik ga een makkelijke pakken. Ik heb een vraag voor 10 punten. Vraag 2 volgers die naar het headquarter komen en voor jou het eerste couplet van het Nederlands volks. Hé, hey, jullie zijn farabank. Oké, luister, broer, luister. Ik moet een volger hebben die 10 euro stuk gooit via live. Wie wil dat doen? Er is iets met mijn internetverbinding. Dit geloof ik niet, man. Kijk, Instagram is ook nog eens gestopt. Zo. 10 euro. Heb je eentje? Ik heb eentje, broer. Ja? Hey. Gewoon, dit lijkt wel Illuminati, man, broer. Dit wordt mij gewoon niet gegund, man, broer. 10! Ja! 10 euro gewoon! Bam, bam, bam! Dankjewel, broer. Ik kan niet verliezen van Anwar Fines, man, mensen, man. Wat is dit, man, broer? Broeder! Alsjeblieft, maak me blij! Maak me gelukkig, broer! Loop naar je zusje toe! Ja! Wat doe je? Gasten! Ja! Neffen! Wat zeg je, broer? Wat zeg je, broer? 3 kandellen! Hij gaat nu eten! Oké, wat? Hier. Oh, hier, 3 met mayo! Eet ze op! Ik ga bidden! Zit je nog nodig om te zingen? Ja! Ja! Zing je! Hey, tak! Zou die van mij gekomen? Eerste gaat erin, oké. Eerste is al opgegeten. Wij weten, u bent de koning. Hier, 3 frikandel. Eet hem op, broer. Laatste frikandel. Laatste stukje. Dank jullie wel. Hallo, Frits. Hij is echt geweldig. Yes, you go, man. Lexus, kijk. Hij heeft 3 frikandellen gegeten. Ja, volgens zijn homo. We gaan voor die 100. Vind een mannelijke volger van 18 plus die via live verbinding een rokje past in de kledingzaak.
De blote benen moeten zichtbaar zijn. Broer, wie de fuck gaat naar de vrouwenwinkel? Kom op. Ik mag genoeg. Genoeg envelop, mensen. 50. Vind de volger die met een slagroomtaart naar het headquarter komt die jij vervolgens in zijn of haar gezicht duwt. Godverdomme. Bro, gaan we met jou live? Laat me niet in de steek. Jij bent thuis. Ik ben in de tram, kijk. Hoe laat ben je in de stad? 3 minuten? Oké, ga je me helpen of niet? Ja. Oké, ik ga met jou live, ik wacht hier. Wow, weer een volger! Broer, jullie zijn soldaten! Respect, Vaka. Ga je mij helpen? Ja. Wil je een taart halen? Taart. Een taart? Mensen, jullie zijn geweldig. Ik ga winnen van Anwar Vines. Go, heel slecht, bro. Ik sta nu weer prima. Oké, hier, Primark. En ga naar binnen. Schijt. Nee. Schijt. Oké, mensen, luisteren jullie. Claire, word alsjeblieft niet boos. Ik heb een vrouwelijke volger nodig van 18 plus. Die hier komt om voor me te twerken. Mensen, ik heb dit niet zelf verzonnen. Hello, do you want to twerk for me? Do somebody want to twerk for me? Oh, hij heeft een rokje, kinder, hij heeft een rokje, hier. Ik ga nu aandoen. Leg je even aan. Jij bent een strijder, bro, Ik ben helemaal bezweet, mensen. Komen jullie naar het museumplein, komen jullie twerken. Oké, we gaan kijken. Hij heeft een rokje aan, zie je dat? Hij heeft een rokje aan! Hold de punten, broer! Hier, hij heeft een rokje aan. Kijk. Laat zien, broer! Strijder! Broer, je bent een fucking strijder, broer! Ja, mensen! Ja! Die gaan we niet aan! Soldaat, broeder! Anwar, film dit! Zabbi! Film dit, zabbi! Anwar! Ha! Zabbi! Ja, bitches! Broer, jij bent een soldaat! Jij bent een soldaat, broer! Respect! Ik word ook vies met jou. Ja, wat dan? Ja, oké, wat dan? Broeder, thanks, hè. Liefde. Ik heb je gepakt, broer. Ja, broer. Bro, mijn volgers zijn gewoon strijders. Nee, jouw volgers zijn geen strijders, broer. Mijn internet had AIDS. Dat is een heel ander verhaal, bro. Je berichtje. Ja, je berichtje. Hier, Mr. X. Wat een battle, mannen. Zo moet het spel gespeeld worden. No mercy. Gefeliciteerd, Anna. Dankzij jouw following heb je dit onderdeel gewonnen. Jij hebt dit onderdeel gewoon echt gewonnen, bro. Bro. Jij hebt dit naar jezelf gestuurd, man, bro. Je weet dat ik het niet mee eens ben, maar het maakt niet uit. We gaan naar de volgende opdracht kijken. En die ga ik sowieso winnen, bro. Geloof wat ik je zeg. Ja, please, man, broer. Het is zaak om zo snel mogelijk naar de finale locatie te komen. Via een bericht krijgen jullie zo meteen een locatie toegezonden. En op die locatie moeten jullie een vlag hijsen. Degene die net heeft gewonnen, die mag meteen gestart. En de verliezer moet helaas 10 minuutjes wachten. Maakt niet uit hoe je er komt. Als het maar via je following geregeld wordt. Dit is oneerlijk. En weet je waarom? Jij hebt makkelijker opdrachten gehad, broer. Even serieus, jij man, bro. Jij moet beter spelen. Maar bro, jij kan lekker wachten. Ik heb 10 minuten pas, man. Ik heb 10 minuten voorsprong. Ik ben echt benieuwd wat ik moet doen. 10 minuten wachten. Maar alsnog ga ik hem laten zien dat ik een echte soldaat ben. En dat mijn volgers zijn. Ik heb een berichtje van Mr. X. Regel via je following iemand die jou over het water van de grachten vanaf headquarters naar het Anne Frank huis brengt. Oké, ga live. Hoe ga ik deze man inhalen, man, broer? Ik heb een helikopter nodig. Wie gaat me helpen? Kan met alles. Kan met de boot, kan met de kano. Ik ga gewoon naar iemand die een boot heeft en vraag: wil je mij volgen? Dan is het toch mijn volg. Als het niet werkt, dan ga ik het zo doen. Ik heb een vraagje. Heeft u Instagram? Ik geloof het wel, ja. Wil je mij volgen en mij brengen naar Anne Franks huis? Ik heb gasten, dus ik kan je niet wegbrengen, helaas. 3, 2, 1. 10 minuten zijn voorbij, stelletje supersterren. Dat betekent ik mag bewegen. Ik heb een berichtje van Mr. X. Menen jullie dat echt gewoon serieus? Hey, jullie zijn de laatste gozers ooit. Help me, please. Oh, ik moet hier flash, man. Ik ga denk ik aan de andere kant. Er zijn meer fietsen. Yo, stelletje supersterren. Breng mij over de grachten naar het Anne Frank huis. Ik moet winnen, mensen. Bro, Mario Cash, moet mij brengen dan met een boot. Daar zijn bootjes, ik ga iemand vragen. Hier kan je het huren, toch? Do you have a boat? I need a boat. I need a boat. Kom, let's make a picture fast. No. Yeah, please. No, thank you. Zullen jullie daar de foto zijn? Abnormaal, man, bro. Mario Cash, waar ben je, bro? Ik kom nu. Bro, help me. Jij moet een bootje hier huren en mij brengen. Maakt niet uit, ik kom. Ik heb iemand die mij kan brengen. Kom op, Mario. Het wordt een moeilijke zaak voor Lexus, want hij is zo. En in zo'n bootje is gewoon een probleem. Chaos. God voor de domme mensen, jullie gaan het niet geloven. Ik heb een boot en die is geregeld door mijn trouwe volger. Je bent
ik geweldig. Hoe heb je dat geregeld? Ik heb een livestream gezien. Dankjewel. Je bent... Ik ben er! Je bent een soldaat! Kom, we gaan naar de boot! Je was net stoel, eerst toch? Wanneer grote mannen praten, moeten kleine jongens luisteren. Ja. Mario Cash, waar ben je? Mario Cash! Nu zoekt hij naar Mario Cash. Niemand wint van ons. Ik mag op een boot. Hallo. Oh, shout-out naar mijn kapitein. Oh, Abdelma, hij lijkt spreken tot Brad Pitt. Oké, ik ga één boot van deze. Hey, Mario Cash, broer! Luister! Hoe zit het? We gaan samen met samen. Mag niet uit. Ja, kom. Bro, ik zweer, we zijn genaaid. I have a boat. Hoe voelt het om te varen, jongen? Word je nooit zeeziek? Heerlijk. Zelden. Zelden? Zelden. Hey, wat strijder! Never lusjes! Ik dit. We moeten nog afstappen. We gaan naar het Anne Frank huis op Athens. We zijn hier aangekomen. Soldaat. Bedankt, hè? Ja. Yes, alsjeblieft, man. Nooit meer. Waarom? Nooit meer. Waarom? Ik denk, ik breng hem met de boot ergens. Niet op de waterpiet. Ik heb een bericht van de legendarische Mr. X. Deze opdracht heb je tot een goed eind gebracht. Maar de finale locatie ligt toch ergens anders. Regel via je following vervoer naar Action Planeet in Sparrewoude. Die papi Lex de Don kan dit sowieso. Mensen, kom me alsjeblieft een lift geven. Jullie kunnen me alleen helpen. Hé, hey, Anwar heeft mij een boot beloofd. Een boot of show. Nu zitten we gewoon te trappen, man. Ik kan echt niet. Ja, hij wil je nu komen halen. Laat hem nu komen halen, man, broer, man. Ik ben bij het Anne Frank. Okay, hij is bijna. Ja! People, I just won $1 million. You can all get an ijsje. We zijn nu met Roos. Mario Keijs was moe. Ik heb iemand anders kunnen regelen. Oh, dankjewel. Ik kan niet meer. Nee? Ik ben blij dat we er zijn. I'm the boss. Let it be known. Tell them, Lexus is the boss. Lexus is the boss. The only boss. Zo ga je met je volgers om. Ze houden van mij. They love me, man. Oh my god, als ik val. Nu ben ik aan de beurt. Mario Keijs. Roos kan het beter. Berichtje van Mr. X. Deze opdracht heb je tot goed einde gebracht. Ik moet naar Sparrewoude. Wie kan mij brengen? Pik mij op. Ik ben hier. Ik wacht hier. Ja, maar wat dan? Net had je grote praatjes. Luister, volg mij allemaal aan. Nee. Ja! You see? Omgehaald. Bas! Broer, je bent een soldaat. Ik ben echt fucked up, man. De eerste ronde ging zo goed. Tweede en derde, Lexus. Maar ja, het is zijn hometown, hè? Amsterdam. Ik ben gewoon opgehaald door deze krachtpatser. Sowieso major love. Ja, wat is je naam, man, Playboy? Mijn naam is Ardo, man. Ik zie hier iemand staan. Ik sta om de hoek. Kom dan, kerel. Kom. Ik weet niet waar mijn tegenstander is en het boeit me ook niet. Ik weet waar ik ben. Ik ben op weg naar de finish. Yo, wat, brother? Hoe is het? Dat is goed. Je hebt gepikt. Bedankt, tijger. Geen probleem, man. Berichtje waarschijnlijk van Mr. X. Je bent aangekomen op het eindlocatie. Hier staat een quad tot je beschikking. Ga een quad rijden. Die heb je nodig om op het terrein de vlag van vriendendienst te zoeken. Ik heb al gewonnen. Let's go. Ik hoop dat ik eerder ben. Ik kan niet nog een keer verliezen. Jullie kennen mij. Ik ben een professioneel MP3-rijder. Dus ook een professioneel quad-rijder. Voilà. Je bent aangekomen op de eindlocatie. Er staat een quad tot je beschikking. Oh, dus hij kan nog niet winnen. Ah. Ik zweer, die Lexus, ik zweer. Vlag kan overal zijn, maar dit is echt leuk. Ik wil het ooit. Er kan maar één
de winnaar zijn. En Anouar heeft verloren. Natuurlijk ben ik de winnaar. Dat is gewoon net als 1 plus 1 is 2. En ik ben nummer 1. Want Mr. Mehebben is de winnaar. Ik voel me vies. Ik voel me als een verliezer. Eerste ronde win ik. Ik voel me net FC Twente. Mehebbelicious. Kijk, weet je wat het is? Iedereen die naast mij staat is sowieso kleiner dan mij. Maar dat betekent niet dat ik neer op mensen kijk. Applaus alsjeblieft voor mij. Iedereen graag. Ik wil hem harder horen. Sorry, Anouar. Midget! Gast, wat ben je aan het doen? Ik ben naar Juice aan het kijken. En dat moet jij ook doen thuis. Dat is heel leuk. Ja. Wil je nou op de hoogte blijven van de leukste artiesten, de doofste challenges? Abonneer dan even op ons kanaal. Inderdaad, volg ons ook even op juice.nieuws voor de leukste artiesten, YouTubers en alle andere leuke mensen op deze planeet. Doei! Doei! Verder kijken hoor.